Ik heb in 2006, 2007 kreeg ik vanuit JTC te horen dat twee dames erbij kwamen uit de C3, C4. Ineke de Boer en Chantal Hammersen. Ik kende ze niet. We waren net aan het trainen, de eerste training. Ineke dook op elke bal. Chantal beukte alle heren aan de kant. En alle twee vertelden ze tegen Jury en Mark Kraaikamp en Jeroen Dirksen, die zaten er ook in, hoe ze moesten lopen en wat ze moesten doen en dat ze best wel wat feller mochten zijn. Ik had gesprek gehad met Tom en met Frans Aartsen en die zei van, we hebben deze dame op het oog en wil je daar eens gaan kijken? Toen heb ik het programma bekeken en toen moest ze toevallig bij mij in de buurt spelen. Ik dacht bij Hemu Enge uit, maar dat weet ik niet zeker, ik kan me alleen vast wel corrigeren straks. De eerste ontmoeting is denk ik geweest op het veld. En vaak was dat op de grond of in een botsing of een duel met een heer. Ineke die gaat eigenlijk altijd 100%. Dat is niet alleen in de wedstrijd, maar ook op trainen. Altijd balgericht. Ze ziet voornamelijk de bal en daar gaat ze ook volle bak voor. Of er nou een heer of een dame het duel aangaat, maar dat zie je daar als speler, denk ik, speelster. Nou ja, als ik haar dan zie, dan heeft ze zoveel doorzettingsvermogen. Dat is echt bizar. Daar kan je zoveel van leren. Dus dat vind ik echt ook mooi aan Marleen en ja, dat maakt haar gewoon een super mooi mens. Ik vind bij Chantal, die is gewoon rustig. Die staat op de plek waar ze moet staan en die zorgt ook voor rust in het spel. Het is natuurlijk nu al even geleden, maar Chantal, kofferkwaliteit was echt gewoon vanuit rondom de korf, in rust, rebounden, pasen, daarin de kansen zoeken. Alle drie wel de oma van de groep, denk ik altijd. We zijn altijd een beetje zorgzaam. Als ik aan Marleen terugdenk, dan moet je eigenlijk denken dat als we bij elkaar in het vak komen te staan of we krijgen te horen van jammer dat we bij elkaar staan, dat we altijd heel erg blij zijn en helemaal, oh, we staan bij elkaar en high fives geven. En, Bij Ineke weet je gewoon, het is alles of niks. Dat betekent ook, als het alles is, is het fantastisch. Een hoop doelpunten maken, aanvallend, heel veel dreiging. Maar je weet ook, als het iets minder goed is, dat ze dan veel fouten maakt en een beetje domme dingen doet. Chantal is echt altijd een hele lieve en ook echt de verbindende in de groep. Dat is, Chantal gaan we denk ik echt wel missen, zeker met de hele selectie wel. Bij Chantal kon je inderdaad altijd terecht. Mijn leven is heel dodelijk altijd eigenlijk. Als je haar goed kon weggooien, dan scoorde ze eigenlijk 1-op-1 die ballen wel rond de korf. De eerste keer dat ik echt bewust korfbal ging kijken bij het eerste was denk ik nog met Rosalie en Ineke naast elkaar. Vond ik altijd wel gaaf om te zien. Rosalie natuurlijk heel veel pit, maar daarnaast misstond Ineke ook zeker niet. En dat vond ik altijd wel een mooi voorbeeld om te zien. Die stond er altijd wel. Die was niet bang voor tegenstanders of wie dan ook. Ook op jonge leeftijd al niet. En dat vond ik altijd wel mooi om te zien. Met Ineke kan ik me de wedstrijd tegen DOS 46 thuis echt heel erg goed heugen. DOS 46 was de gedoodverfde favoriet. En Ineke en ik stonden bij elkaar in een vak. Ineke stond tegen Jeugd International, Loes Blaquière. En Ineke heeft dat meisje alle hoeken van het veld laten zien. Het zijn gewoon echt drie verschillende leuke meiden die erbij passen. Iedereen kan met hun en in het veld de meeste ervaring, dus dat ga je zeker missen. Het meeste waar ik aan denk als ik met Marleen gespeeld zijn toch wel de selectieweekenden. Dat was echt geniaal. En toen sliepen we bij een, een scoutingbureau of bedrijf. En dat vonden wij maar niks, want het was smerig en vies en we waren op stap geweest en wij zeiden, wij gaan daar niet liggen. Dus Marleen zei, nee, maar ik heb de auto van Wim mee, dus daar kunnen we al wel anders wel aan liggen. Dat is een grote auto. Nou, prima, dus wij onze bedjes in die auto, alle banken plat. Maar dat alarm van die auto, dat ging elk half uur af. Je snapt dat wij niet zo'n goede nacht hebben gehad. En de volgende dag kwam alleen erachter hoe dat alarm uit moest. Chantal, ja, lekker beuken. Gewoon de reet erin zetten. En, ja, geen genade. De korf staan. Nee, joh. En alles om de korf heen, dat schiet ze af. Ja. Rustig, altijd een beetje op de achtergrond. Maar oh, zo belangrijk voor het team. Echt een stille kracht binnen het team. En ja, dat heb ik altijd wel heel mooi gevonden aan Chantal. Bij Chantal weet je gewoon, precies wat je aan haar hebt. Ze doet geen gekke dingen. Ze is altijd gewoon heel stabiel. En dat is altijd, als trainer zijn, is dat wel heel prettig om te weten. Dat ze het verschil tussen het begin van het seizoen en het einde van het seizoen. Waarbij ik aan het einde van het seizoen een meid heb gezien die die zo onopvallend, zo heel veel dingen goed deed en zo weinig dingen fout,
zo bescheiden. Maar nou ja, mijn motto is eigenlijk, ik ben heel graag van het verdedigen. En als voorbeeld daarvan is dat zij zoveel kansen voor anderen heeft voorkomen zonder dat andere mensen het zien. En dat is zo, dat vind ik zo knap. Ja, zolang ik in de selectie zit, zit ik volgens mij al bij Chantal en het team. En ja, voor mij is Chantal altijd heel erg nuttig. Is sterk in de korfzone en kan die bal goed aangeven. Verrast de dames soms nog wel eens met een goed blok verdedigend. En ja, kan gewoon goals maken. En dat was altijd die mooie schotdreiging en dan trok ze er toch wel langs. Dus dat is een mooie herinnering aan Chantal in het veld. Ja, Chantal is iemand die nooit iemand kwaad zou willen doen. Maar Chantal is onze rots in de branding onder de korf, hè? Staat er altijd, hup, met die billen erin, hup, duwtje hier, duwtje daar. En het is echt zo'n lief mens. Toen met Chantal, toen ik ja, de hele avond bijna met haar een bepaald drankje gedronken. Wat later ook een keer terugkwam, ging niet zo goed, alleen daar wel. En ja, heel lang zitten kletsen, altijd gezellig. Wat Ineke typeert is dat ze af en toe op de grond ligt. dat ze over hekjes heen struikelt en dat soort dingen. Een beetje de lompheid, zeg maar. maar ook echt haar wil en haar doorzettingsvermogen met alles eromheen wat zij deed. Eén woord, 3, 2, 1. Gedreven. Ineke is heel koppig, maar hou ik wel van. Vind ik leuk. Temperamentvol, nooit saai. Er gebeurde altijd wel wat bij Ineke. Of het nou op haar werk was, relationele sfeer of gewoon in het veld. Ja, heerlijk om mee bezig te zijn. Niet altijd even makkelijk, maar wel echt heel erg leuk om dat mee te hebben mogen maken. En dat zie je wel in toen ik speler was en nu als trainer. Dat er veel meer communicatie mogelijk is. En dat er qua speelwijze, wat ze zelf ontarmd, zeg maar, dat ze er echt in gegroeid is. Ja, Ineke herinner ik vooral op het meisje met de oogkleppen. Dat heeft ze de laatste jaren wel een beetje afgeleerd. Niet alleen maar naar binnen willen rennen en ja. Ineens stopte de politieauto naast mij. Nou, mijn hartslag zat al hier, zeg maar. En ik wilde mijn raam open doen, want ik dacht, ja, die politie wil met me praten. Sta ik hier verkeerd? Stress. Waar zit überhaupt dat raampje? Doe ik dus het achterste raam eerst open. Vervolgens het andere achterste raam. Doe ik uiteindelijk maar gewoon mijn deur open. Hallo? Was dat dus Ineke? Wat ik heb geleerd van Ineke is dat zij echt altijd gaat. Nou ja, dat ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben gezegd, dat ze altijd gaat. Dat betekent ook dat ze soms wel eens tegen mensen aanbodt. Dat ze wel eens op de grond valt. Maar zij heeft ook echt heel erg doorzettingsvermogen. En als ik er even niet lekker in zit of er is wat, dan komt ze altijd naar me toe. En dan zegt ze altijd van, joh, Saab, kom op, weet je, ga door, hij gaat zo vallen. Ik denk dat Ineke, die het eerste woord wat ik aan denk is volle bak. Ineke die gaat echt altijd volle bak tijdens de training en tijdens de wedstrijden. Die heeft gewoon een bepaald soort drive. Ja, dat is niet normaal. Het was in de zaal. En Ineke die werd een beetje bedreigd in het veld. Dus ze was nog een klein meisje, dus die kwam naar me toe. Mirjam, weet je wat die meid tegen mij zegt? Nou, prima, Ineke, laat gaan. Maar goed, toen was de wedstrijd voorbij en liepen we samen de kantine in. En toen stond die meid daar op te wachten om nog eens even het verhaal te halen van wat er in de wedstrijd gebeurd was. Dus Ineke kon bij me lopen, niks aan de hand. Dus zo nam moeder Gans, kleine Gansje, een beetje mee. Die meiden hebben laten zien dat Unitas meer is als korfbal alleen. De tekst die we hebben, ja, die komt daar bij die meiden gewoon echt helemaal uit. Ja, ik denk dat de kwaliteit van Marleen is dat zij echt mentaal heel sterk is. Als zij een tegenslag heeft, dan vecht ze zich er gewoon doorheen. Is dus heel slim. Ze weet precies waar ze moet zijn en waar ze moet lopen. Ze kan anderen beter maken. Ze heeft een heel goed schot, kan afschieten. Korte afstanden, kansen rondom de korf, daar kan ze op loeren. Dat doet ze heel goed. Marleen, het valt op in de wedstrijd. Ze heeft, bijna elke wedstrijd heeft Marleen gewoon ruzie met de tegenstander. Ze is heel fel en altijd is het gewoon geven en nemen. En meestal is het heel vaak uitdelen. Echt heel vaak uitdelen. Marleen is denk ik de verbinder van de groep. En dan heb je het dus over de groep en ook in het veld, denk ik. Op het moment dat je Marleen in het vak staat, is het de verbinder van het vak. Ze zorgt voor cohesie in het vak, maar ze kan niet tegen de verlies.
Dus het is volle bak of niet? Ik stond het minst graag tegen Marleen, omdat Marleen altijd heel kort zat met verdedigen. Waarbij Ineke nog wel eens langs mij heen sprong, dat ik dacht, ha, nu heb ik een beetje ruimte. Bij Marleen had ik dat niet. Dus dat vond ik wel het vervelende, maar ook wel weer de mooiste uitdaging, zeg maar. Ja. Ik vond het vervelendst om tegen Marleen te staan. Die zat altijd aan je en dat was ergens heel erg mooi, want hè, je maakt elkaar beter op die manier. Maar ik vond het af en toe ook bloedje irritant. Blijf van me af. Ja. Marleen is denk ik... iedereen is vrienden met Marleen. Die houdt de sfeer in het team, denk ik, heel erg goed. Korfbalverstand. Ik vind dat Marleen heel erg veel verstand heeft van korfbal. Ze snapt het spelletje hartstikke goed. Ze is een dienstbare speelster, terwijl ze ook... aanvallend gewoon goed kan schieten, een goede actie heeft. Dus een allrounder, denk ik, Marleen. En Marleen denk ik natuurlijk allereerst een captain. Dus dat was ze niet toen ik trainer werd hier. En uiteindelijk is ze dat wel geworden. En ook wel een gewaardeerde captain, in ieder geval naar mij. Mooie gesprekken gehad. Maar qua korfbal is natuurlijk lekker pittig. Veel rondom de korf. Goed schot rondom de korf. Dat typeert haar wel, maar vooral de gevechten in het veld waren altijd wel mooi van haar. Ooit Martijn van Lier heeft ooit een filmpje geknipt uit een wedstrijd. Denk nu ineens aan. Een YouTube-filmpje waarbij Ineke tegen de paal aanschopt. Dat was volgens mij in de C1 tegen Dalto. En dan breekt ze haar voet. Ik kan me nog een heel goed moment herinneren in de C1. We speelden bij Dalto uit. En toen ging er iets niet goed of Ineke miste een bal. En toen schopte ze heel hard tegen de paal aan. En daar is ook nog een YouTube-filmpje van. En daarna loopt ze ook hinkend weg. Daarna had ze echt last van de enkel. Dus dat typeerde Ineke toen al. Verloren we die wedstrijd met één verschil. En Ineke die trapt tegen die paal aan. En die paal, en ze breekt voor mij even de tegenbroek. Ja, toen, de tegenbroek. Ja, dat was leuk. Dat is echt heel mooi. Dat staat mij van Ineke dan gelijk bij. Die, ja, heel tuurlijk. We speelden uit bij Top Sassenheim. En nu gaat Ineke waarschijnlijk al lachen als ze dit hoort. En we hadden verloren daar, zo terecht verloren. Maar Ineke viel wel op. Ze had goed gespeeld, goed gescoord. En de coach van Top was Jan Niebeek, mijn oud vakgenootje. Dus we stonden afgelopen te praten. Ik zei, oh, je moet mij even helpen. En gewoon Ineke bellen, 's avonds, zondagavond. En zeg maar dat je er wil hebben voor Top of zo. Ah, dus dat zo gebeurde. Volgens mij hebben ze een uur lang aan de lijn gehangen, Jan Niebeek en Ineke. En dinsdag hier op de training kwamen wij. En ik had de groep natuurlijk al ingelicht van jongens, dit is gebeurd. En iedereen, we hoorden het al van dat Ineke benaderd was als de Top. Dus, maar goed, dat moest ik natuurlijk eventjes rectificeren van dat is een grapje. En dus Ineke kwam dat vertellen en zo. Dus ja, die hele groep moest lachen natuurlijk. En Ineke stond echt met zo'n boei zo van kut, kut, kut. Wat echt typisch was aan de selectieweekend, het mooiste was om dan met de meiden te organiseren, waren de jongensavonden en de meidenavonden. Daar kan ik me nog wel een paar van herinneren met opdrachten die we dan bedachten of prijzen die gewonnen konden worden. Dat we echt daar op voorhand zoveel lol over hebben gehad, nou, dat de avond zelf al niet meer uitmaakte eigenlijk. Jorette Mar. Ja, dat was heel erg leuk. Ja, dat was heel gaaf. Nou, jij wou nog iets over Goldstrike kwijt? Nee, dat is niet hoor. Hier in de kroeg. Groningen. Joh, echt fantastisch. En iedereen ging mee. Het is zo leuk aan die groep. En Chantal, Ineke, Marleen, die stonden vooraan als het om dansen ging. Chantal lekker de drankjes erin. Ineke een beetje dansen. Marleen schudden met die reet. Ja, nee, het was fantastisch. Ja. Dus inderdaad alle drie wel al jarenlang ook bij de selectie zitten en in de groep zitten. Dus dat wordt denk ik best even gek om zonder hen te spelen de komende jaren. Nou, wat we de dames toewensen is in ieder geval nu denk ik ook meer van het vrije leven genieten. De selectie was toch wel altijd nog veel verplichtingen. En ik denk dat er nu een stuk minder is. En daarbij ook gewoon veel plezier hebben en ook veel gezondheid toewensen voor de komende jaren. Nou, Chantal wens ik allereerst heel veel hele mooie maanden toe, de komende maanden in ieder geval. Hele bijzondere maanden denk ik voor haar, dus dat gun ik haar en hun van harte natuurlijk. Ik wens Ineke een heel goed korfbalpensioen toe. Heel veel geluk en ook iets meer rust. Maar voor Marleen vooral heel veel gezondheid toegewenst. En ik denk dat Leen en Mark eindelijk nog meer uit eten kunnen gaan dan dat ze al deden. Dus dat moet vast goed komen denk ik. Maar ze gaan korfbal ook wel missen. Ik bedoel, ik speel zelf nog steeds, want het blijft een leuk spelletje. Dus ik hoop wel dat die meiden straks gewoon wat lager gaan spelen. En,
Ja, al is het nou zonder trainen, gewoon in het zesde of in het zevende of zo. Als je spijt hebt, je kan je gewoon weer aanmelden. We gaan best een aardig seizoen tegemoet volgend jaar, dus ja, wees welkom. Ik hoop wel dat ze een fijn leven verder hebben, dat ze natuurlijk nog vaak hier komen bij ons. Ja, dat we ze wel blijven zien, ja, dat absoluut. Hoop ik. Dat gun ik hun ook. Korfbal is hartstikke mooi en hartstikke leuk, maar het gaat uiteindelijk maar om één ding. Dat is je geluk. Hey. Ja, dat wens ik ze echt toe.